Hallo, wie zijn u? Ik ben Ramon. Ik ben Evert. Wat doen jullie? Ik kom hier vandaag een beetje de buurt schoonmaken. Waarom is dat zo? Nou ja, we hebben eigenlijk een taak toegewezen gekregen en die moeten we eigenlijk vandaag gaan vervullen en hun bedenken wat en wij moeten het uitvoeren, zeg maar. Is dit een soort van straf of zo? Het is een soort van strafuitvoering. Dus een taakstraf? Een taakstraf, ja. Wat hebben jullie dan gedaan? We hadden ons niet aan de wet gehouden. Zeg maar waar de plantjes staan die niet zijn toegestaan. Zoiets. Wit plantjes. Zoiets. Oh. Geen tulpen. En wat maakt jullie? Nou, wat mij bijzonder maakt. Wat ik hier in deze buurt Over het algemeen. Ik ben een Haarlemmer. En nu ben ik Haarlemmer schoonmaken en dat maakt mij denk ik zo bijzonder. En in het algemeen, niet per se wat in Haarlem gebeurt. En in het algemeen, niet per se wat in Haarlem gebeurt. Tuitje, wat een vraag zeg hij. Wat maakt me bijzonder? Ja. Ik zou niet zo weten wat hij een antwoord kunnen weten. Misschien hij. Oké, hij misschien. Ja, ons doorzettingsvermogen. Zijn we. Oké. Kun je daar iets meer over vertellen? Ja, we werken hard. En we maken gewoon de buurt mooi schoon. Nu gaat hij op zich zelf voor jou horen. Wat maakt u bijzonder aan uw vrienden en vriendinnen? Dat ik een vrolijk iemand ben en ik sta vrolijk in het leven en ik hou van een feestje. En u? En voor mij eigenlijk hetzelfde. En dat ik altijd voor vrienden klaar sta. Oké, worden jullie eigenlijk ook gerespecteerd door de mensen die hier langs lopen? Ja, we krijgen heel veel leuke reacties. Heel veel leuke reacties eigenlijk. Okay. Doen jullie het wel een beetje goed? Meestal wel. Oké, dus jullie hebben het vaker gedaan? We zijn niet onbekend, nee. We zijn niet onbekend met het werk. We zijn natuurlijk van de feesthal. De hoortaar kan er best ook bij. En zo. Nou, een biertje vind ik lekker, ja. Een biertje vind ik lekker. Oh. En wie heeft u eigenlijk gepakt? Door wie werd u eigenlijk opgepakt? Ja, door Jan met de pet, hè. Jan met de pet. Die was toch? Hè? Die was. Hoe zeg je nou? Zeg maar ja. Ja, zeg maar ja. Dat was het zo'n beetje. Ja. Helemaal niet, ik heb nog een vraag. Hoe zijn jullie elkaar tegengekomen? We zijn elkaar tegengekomen. Hebben we de regels hier? Ja, vanmorgen bij de verzamelplek. Bij de verzamelplek. Je moet s'ochtends je verzamelen met z'n allen. Word je opgehaald met een busje. Daar kwam ik hem tegen. Dus er zijn meerdere mensen? Ja, elke dag zijn andere. Er lopen er nog meer in de buurt. Hoe lang hebben jullie uw taakstraf gekregen? Hou op. Zeg maar 2,5 weken ongeveer. Zeg maar, ik heb 300 uur. 297 uur. Heeft u dezelfde taakstraf voor dezelfde redenen? Bijna. Wat heeft u dan gedaan? Ik had een hexiepil in huis. Mag ik ook wat gaan? Ja, maar ik zou staan. En nu jullie dit hebben gedaan, hebben jullie dan spijt van? Of? Nee, ik heb er geen spijt van. Ja, ik heb spijt van dat ik gepakt ben. Daar heb ik spijt van. Dus gaan jullie de volgende keer gewoon door? Nee, ik niet meer hoor. Maar ik had er wel geen spijt van. Eén keer taakstraf is genoeg voor mij. Ik was ook al klaar mee. En 3 jaar zelfs. Ja, dat was ook klaar. Hoezo lang heb je die taakstraf? Oké. Dankjewel. Ja, is het goed?